Night is de iedere eerste dinsdag van de maand en heeft iedere maand een andere partner die de boel financiert en een ander thema. Ik loop even terug naar het podium. Want, dames en heren, kijk, Tech Talk Late Night, wij zijn niet van een omroep of zo. We krijgen ook geen cultuursubsidie of dat soort verouderde cultuurconcepten. We doen ook niet aan copyright, alles is Creative Commons en u kunt ook nog gratis hier naar binnen komen. Nou, waar wordt het dan voor betaald? We hebben het apart bedacht. Gewoon in iedere aflevering hebben we een andere partner die in de informatiesamenleving een bepaald maatschappelijk onderwerp wil agenderen. Wij verkopen geen spullen, wij verkopen boodschappen. En dan wel maatschappelijke boodschappen. Nou, zo hebben we dus ECP gehad, HCC, ook hier de politie. Allerlei groepen die iets doen in de informatiesamenleving, daar iets over te zeggen hebben. SIDN was ook zo'n goed voorbeeld. Kennisnet, volgend maand voor de tweede keer maar liefst. Onze partner van vanavond. En ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk ook wel heel erg trots ben dat Google ook een keer Tech Talk Late Night partner is geweest. Mag ik daarom tot slot nog even een daverend applaus voor Roger Klimby. Ja, dames en heren, dit is hem dus. Hè? Als je dus bij google.com wat intypt, dan gaat Georgien, die gaat dan ik heb mijn vele vrienden. En je vergeet niet, Chris, we hebben natuurlijk ook de Dutch Hosting Providers Association als medepartner. Die hebben het samen gedaan, inderdaad. Ja, absoluut. Maar jullie het meeste betaald, dus ik denk, doe jou aan het einde. Dat... Ja, nou, vooruit dan maar. Daar krijgt iedereen bier van, dus dat is fijn. Oké, okay, ja. Mooi. Hey, Google die een avond steunt over de wetgewijziging computercriminaliteit. Ja. Waarom? Nou ja, kijk, heel eenvoudig eigenlijk. Voor ons is het belangrijk dat je als je dit soort overwegingen, dit soort wetsvoorstellen ziet, dat je met elkaar een goed debat organiseert. Dat je met elkaar nadenkt, is dit iets wat we willen? Is dit een effectief middel? En kijk, het belangrijkste is dat je zowel met overheid als bedrijfsleven, als academici, als NGO's, als de mensen in de sector zelf, elkaar daar een goede discussie over hebt of dit is wat we uiteindelijk met z'n allen willen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Arie van Bellen. Bam! Goed. Nou, Arie, ja, hopelijk heb je een leuke avond gehad. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vind dat jij dat zo leuk doet. Ik weet nog dat hij ambtenaar was. Weet je, zo'n vorige baan was jij ambtenaar bij de Raad en Nauw. Ja, dat zag ik de hele dag zo. Ja, het zit ook in Raad en Nauw. Kijk. Maar hij is super gaaf. En ook hoe jij dat doet. Dus ik heb heel veel geleerd. Die hoorden mensen net al even, hoe je ervan betaald? Ja, natuurlijk. ECP, wat is het? Wat doen jullie? Het is een stichting, neutraal. Bedrijven, overheid, wetenschap werken samen om zeg maar die digitale ontwikkeling in Nederland in goede banen te leiden. Te zorgen dat we wel de kansen pakken, maar dat we de bedreigingen zoals privacy, de bedreiging van onze privacy, dat we dat goed gaan regelen. Ja. En het moeilijke daaraan is, dat hoor je vanavond ook wel, dat probleem is niet alleen van de overheid of de burger of van bedrijf, die moeten samenwerken. Ja. En dat proberen we te organiseren. Nou, je hebt het dit al een klein stukje uitgelegd, Chris. Wij zijn de beheerder van .nl. Dat betekent dat wij alle .nl-domeinnamen in Nederland onder ons beheer hebben. En dat houdt weer in dat als je een .nl-domeinnaam registreert, dat die uiteindelijk bij ons in onze systemen terechtkomt. En dat wij hem wereldwijd ontdekbaar maken op internet. Dus als jij waar ook de wereld techtalk.nl intikt, dan zorgen wij ervoor dat je bij de juiste pagina terechtkomt. Wat vond je ervan vanavond? Nou, ik vond het een hele erg interessante presentatie. Presentaties, moet ik zeggen. Mooie locatie ook. Ik vond het een ontzettend gezellige avond. Ik vind jou ook heel grappig. Het was heel humoristisch. Heel serieus hoor. Nee, het is ook een serieus onderwerp. Het is absoluut waar. Maar wat ik merk is dat mensen gewoon
eigenlijk zoiets hebben van, jeetje, moet ik nou weer denken om die veiligheid van de computer? Ik hoor ook heel vaak mensen van zeggen van, ik word bang gemaakt de hele tijd. En dat maakt dat ze er geen zin meer in hebben. En juist de manier waarop we het hier brengen bij TikTok, is dat we ook laten zien van, het is helemaal niet zwaar, het is helemaal niet moeilijk. We kunnen het ook grappig brengen, maar als de boodschap maar overkomt, maak uw computer veilig. Ja. Goed. Hey, wat vond je verder van deze avond? Nou, ik kan rustig zeggen dat het een bijzondere avond is geweest voor ons. Dit is niet iets wat we gewend zijn als politie. Het is voor het eerst ook dat we dat doen. Maar het heeft denk ik wel, en het gaat ook gewoon heel veel brengen. Het is een ontzettend leuke avond geweest. Met dank aan jou en je concept van het programma. Spannend. Hey. Hallo. Hey Michael. Hey Chris. Hallo. Goed. Heb je een beetje een leuke avond gehad? Ja, ik wel. Ja, ja. Oké. Okay. Want ik vond het wel grappig dat toen ik bij jullie kwam, want ik heb jullie natuurlijk ook wel eens op congressen gezien, zei ik, ja, jullie zijn altijd zo enthousiast over ICT, dat het allemaal zo mooi is, zo prachtig. En toen zei je, nou, je mag best wel een beetje kritisch naar ons zijn, want we beginnen ook wel een beetje tot inzicht te komen van, het moet wel werken. Dus zijn we vandaag een beetje kritisch genoeg geweest? Of denk je van nou... Ik vond het een hele leuke discussie waarbij je wat loskomt van standpunt van nou ja, je hebt er niks aan of het is absoluut belangrijk voor de toekomst van het onderwijs. En je wat meer hebt van waarom zou dat dan zo zijn en wat heb je eraan en hoe zou het dan werken in het onderwijs, in de praktijk. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat gesprek meer gaat over de achterliggende redenen. Ja, oké. Okay. En dat is wel een beetje naar voren gegaan. Ja, dat vind ik wel. Ja. Okay. Maar ja, dat moet je eigenlijk aan de zaal vragen. Niet ja, inderdaad. De smileys die zijn ook voor ons van toepassing natuurlijk. Die krijg je straks ook nog. Goed. Hey, Madelief, dank je dat je me zo geholpen hebt. Want normaal voor zo'n programma als dit moet ik me echt helemaal de blubber bellen om goede gasten te hebben. En Madelief heeft ervoor gezegd, oh, dan moet je die hebben. Oh, dat is ook een leuk onderwerp. Dan kun je die nog vragen en zo. Die hebben het me echt ontzettend makkelijk gemaakt. Dus dank je wel. Alsjeblieft. Dus, graag gedaan. Ja. Ik ben still confused, but on a higher level. Ja. Dankzij jou. Nou, hartstikke mooi. Nou, dankjewel. En nu gaan we drinken, toch? En dan gaan we drinken. Doe nog even de afkondiging. Ja, applaus voor Arie van Bellen. Dankjewel.